Alle verpakkingen worden mechanisch gescheiden en gesorteerd, terwijl de vervuilde containers direct hygiënisch worden gereinigd en gedroogd voor retourbezorging aan de klanten. Het overgebleven organisch afval wordt vervolgens verwerkt tot een homogene en verpombare massa bestaande uit vaste organische stof en water. Deze massa wordt rechtstreeks overgepompt naar de nabijgelegen fabriek OrgaWorld, waarin het wordt vergist tot biogas. Vergisting is een biologisch proces waarbij onder zuurstofloze omstandigheden organische stoffen door micro-organismen worden afgebroken tot onder andere methaan, oftewel biogas. Het geproduceerde biogas wordt gebruikt als brandstof voor gasmotoren. Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom, waarmee jaarlijks ruim 20.000 huishoudens in Amsterdam kunnen worden voorzien. De vrijgekomen warmte van de gasmotoren komt ten nutte aan ongeveer 2000 woningen in Amsterdam, terwijl de stoffen die na het totale proces overblijven worden omgezet in duurzame meststoffen,